hele goede fantastische morgen. Ik heb vorige keer mijn vlog, gisteren voor mij, maar voor jullie een paar dagen, zeker een paar dagen geleden, heb ik dus zeg maar, ja, is mijn stage zeg maar weg. Dat, goed verhaal. Dus vandaag werd voor het eerst een pyjama dag en ik heb heel veel uitgezocht en ik heb heel veel verschillende nieuwe opdrachten al deels gevonden. Ik moet ze nog mailen om te kijken of het doorgaat en mijn begeleider kon ik vandaag niet bereiken omdat ik zijn nummer niet heb. Dus ik heb een mail gestuurd en daar hoor ik nog verder wat over. En ik ben heel slecht, want gisteren heb ik met Saskia een film gekeken en pizza besteld. Van de New York Pizza. Die was niet gesponsord. En vandaag heb ik gewoon weer geen zin om naar de winkel te gaan. Dus we gaan vandaag weer pizza eten. En Expeditie Robinson kijken. Dus we zijn heel slecht. Maar ik ga nu eerst douchen en dan ga ik er straks naar naartoe. En dan ga ik weer wat spullen ophalen uit mijn oude kamer. Want die moet echt een keertje leeg. Dus ik ga deze tas denk ik leegmaken met allemaal kleding. Mooie BH's. Hallo BH. En dan ja, ga ik weer naar mijn oude kamer. Joe. Hey, jullie raden nooit bij wie ik nu ben. Het is Saskia. En wat eten we weer? Oh my god. We gaan nu eten, want we hebben wederom weer honger. Doei! Goedemiddag alweer. Wat heb ik vandaag gedaan? Ik heb mijn bed opgemaakt en mijn koffer al deels gepakt. Mooie BH. En verder heb ik me opgemaakt, as you can tell. Ik ga straks een video opnemen. En ik heb de afwas gedaan, dus het is hier weer netjes. Maar dit stond helemaal vol met afwas. En het fornuis was ook vies en die heb ik ook weer schoongemaakt. Dus Jeffrey, neem hier een voorbeeld aan. Jeffrey is vanochtend naar huis gegaan om te werken in het weekend bij zijn ouders. En ik ga straks ook naar mijn ouders. En dan ja, eerst eens een video opnemen. Het is een shoplog van de Primark en de Flying Tiger. Dus als je die nog niet gezien had, jullie weten waarschijnlijk wat ik met Sabrina laatst ging shoppen. Nou ja, dat heb ik dus gekocht. Als je dus wil weten wat ik toen gekocht had, kijk afgelopen zaterdag even. Kijk de video van afgelopen zaterdag even terug. Het gaat helemaal goed. Ik ga misschien nog een lipstift op doen of zo. En dan tijd om te filmen. Ja, ik ben klaar met filmen. Het was even zoeken naar een plek waar ik mijn hele outfit kon laten zien. Maar uiteindelijk heb ik het maar hier gedaan. Voor die witte muur. En ja, dit is dan mijn zithoekje. Maar ik zit soms ook aan te denken om het op het bed te doen. Maar ik weet niet of dat chill is en of die lampen erachter passen. Ik ben wel benieuwd wat jullie daarvan vinden. Of ik dat een keer zal doen. Want als ik dus hier zit en die lampjes aandoe, dan ziet dat er wel echt schattig uit. Als dat kussensloop even veranderd wordt, want dit kan echt niet. Maar ja, als ik hier dan op mijn bed zit of zo. Ik zie wel heel veel mensen op hun bed zitten en ik vind het wel lachen. Maar ik vind het aan de andere kant dan ook weer irritant dat hier dan zo'n soort luxeflex iets zit. I don't know. Ik weet niet wat ik moet doen daarmee. Zo. En nu ga ik verder mijn koffer inpakken en dan straks naar mama. En mijn laptop meenemen, zodat ik misschien in de trein kan editen. En dan tot zo. Nou, ik ben net na anderhalf uur aangekomen bij mami. En mama wil niet op beeld, maar we zijn nu bij de dierenwinkel om eten te halen voor de katten, volgens mij. En kijk hoe klein die paardjes zijn. En deze gans die wil ook aandacht. Oh, er zijn ook echt allemaal dieren bij elkaar. Wow, hallo. Ik schrok ervan. En daar zit zelfs nog een konijn. Kijk, als je inzoomt, zie je zelfs dat hier nog een konijn zit. Dus konijnen, kippen, ganzen, paarden, doet het allemaal maar in één hoek. Dat is gedacht. Maar het gaat wel samen. Ja, doei. Konijntjes. Oma, kijk naar. Konijntjes. Wow, groot konijn. Vlaamse reus. Eetstijd. Ik heb super erg honger. En het is paprika pasta van mama. Deze is echt super lekker. En Jess met Rus. Hey, goedenavond. Ik heb mijn make-up er al afgehaald. En ik ga weer slapen bij mami. En we hebben nog de Voice gekeken. En toen ben ik, zoals naar gewoonlijk traditie volgens mij, weer op de bank in slaap gevallen. Ik merk echt dat mijn ouders, of tenminste mijn moeder en mijn stiefvader, dat die echt veel later gaan slapen dan ik altijd. Want ik val altijd in slaap op de bank. Dus dat is echt. Dan moeten ze me altijd weer wakker maken. Het is nu echt bijna gewoonte aan het worden. Dus dat is wel slecht.
Dus ik ga nu slapen, ben kapot. Morgenochtend even een wekker zetten om extra vroeg te gaan editen en daarna schoonmaken. Dus drukke dag morgen. Maar ja, ik ga nu echt slapen, want ik ben echt kapot. Dus slaap lekker. Een hele goedemorgen. Ik ben vanochtend de hele tijd bezig geweest met editen van mijn video. En dat is best wel naar, want als je dan 68% aan het uploaden bent en nog 4 minuten te gaan hebt, dan valt het internet uit. Dus dat is een beetje vervelend. En verder heb ik even de thumbnail vast laten zien. Deze kwam afgelopen zaterdag online. Dus als het goed is, als je een echt goede volger bent, dan heb je hem al gezien. En dit is Jess. Hallo. Nou, niet zo doen. Wat? Jess is druk in de ochtend. En ik moet nog even bijkomen. Maar ik ga ondertussen even schoonmaken en dan check ik jullie later. Nou, ik ben inmiddels de keuken aan het schoonmaken. En ik ging dus net die bar schoonmaken. En ik zat daar maar te boenen. En Panty zat me echt zo aan te kijken van... Clean, human. Clean. Ik hoef lekker niks te doen, want ik ben een kat. Hey, Panty. Panty poep. Hey, Panty. Het is echt een boef. En dan gaat hij overal zitten waar ik net heb schoongemaakt. Dag, Panty. Ik kan niet goed fluiten. Party! Oh, niet. Kijk hem dan. Wat een boef. Oh my god. Wat doe je? Wat ligt hier raar ook? Zo half van de tafel af. Ie. Wat een boef. Ik wil ook een kat. Panty. Ik hoef alleen nog stofzuig en dweilen beneden. En mama kijkt me nu heel gek aan, maar ik mag jullie niet filmen. En we zijn nu bij de Lidl. En ik heb al wat dingen gesproken, want altijd als ik met mama naar de Lidl ga... Ik heb thuis wel een Lidl, maar het is best wel ver lopen daarheen. Dus ik heb al wat dingen meegenomen. Pita broodjes, mais. En... Wat is dit? Crackers. Wauw. Maar dat zijn vegan crackers en ik heb nog nooit eerder vegan crackers gezien, dus... Ja! Ik wil weer meer vegan gaan eten, maar nu kan het weer, dus... Joe. Net weer verder gaan met schoonmaken, alleen nog de bank stofzuigen en de keuken en dan dweilen en dan ben ik klaar. En we gaan lekker... Oeh, met sesamzalm eten. Ik heb een sla gemaakt. En sla met mais en tomaat en wat zit er meer bij, Jess? Pijnboompitjes. Oh ja, lekker. En stokbloot met kluidenbloter. Lekker. Bloter. Ja. Wij gaan lekker eten. Ja. En hebben we ook broccoli? Nee. Oh, niet. Nee. Lekker dan. Ja. Inmiddels zitten we op de bank en Jessie slaapt al, maar we zijn nu bij elkaar aan het doen. En ik zal wel een klein stukje laten doen. Almost is never enough. Fantastische mooie morgen. Hallo. Ah, gisteravond werd nog best laat. 1:30. Dat ben ik echt niet meer gewend. Normaal ging ik altijd om 10:00 naar bed. Dus dat was best laat voor mij. En nu gaan we lekker juice maken. En lekker uitgebreid ontbijten. Dus ik ga naar beneden. En you. Ja, lekker zondags ontbijtje. Yeah. Alleen zonder de croissantjes. Maar wel met een hele lekkere juice. En nu ben ik Jess aan het helpen met een surprise. Wat ga je maken, Jess?
Oh nee, dat mag ik niet weten, want weet je wie je hebt. Dus dat gaan we niet vertellen. Maar we gaan wel de surprise maken. De meeste, nou sommige... We hebben de zijkanten van de doos hebben zo'n driehoek geknipt. Zodat straks een dak wordt en de rest maken we af met papier. Ja, maar als sommigen dit kijken, dan weten ze al wie. Dan weten ze al weet je wel wat je maakt, maar niet voor wie. Ja, misschien wel, als diegene het uitpakt. Dus nee, dus dit. Nee, niet knippen. Oké. Okay. Oh, yes. Maar dat gaan we dus in ieder geval het huisje en dan gaan we een soort gingerbread van maken. Gaan we het versieren met tatai. Dat is vies. Spekjes. Spekjes lekker. En pepernoten. En pepernoten lekker. Bruh. En toen stond hij als een huis. Yay. Ja. Kijk, voor een extra leuk effect maken we er ook raampjes in. Superleuk. En gaan we met spekjes gaan we straks zo... Ja, laat maar zien. Zo... Een omlijsting maken. En die spekjes die knippen we gewoon. Ja, weet je hoe leuk. Kijk, het spekje blijft van zichzelf ook plakken bijna. Ik heb deze ook... Deze schoorsteen heb ik gewoon erop gezet. Klaar. Nee. Jess gaat het spekje knippen. Oh. Vet slim. Ja, nee. Het is zo cute. Het eerste raampje is van. Klaar. Ja. Ah, met die mooie dak. Ja. Het is schoorsteen. Hij is best mooi hoor. No joke. Ik vind hem ook best wel mooi. Schoolsteen. En die weer met spekjes zo. Ja! Alleen, oh, hij is uitgezakt. De raam is alleen een beetje verneukt. Nou, niet zeggen. Dat is oh, niet... dat is niet aardig. Oh, sorry. Okay. Dat is niet. Het raam is weer goed. Ja. Ja! Kijk hoe mooi die is. So pretty. Dat wilde ik net zeggen. We lijken. Kijk, en hier zijn al mijn dingen. En mijn birthday. Ik vind hem echt mooi, no joke. Ik ook. Ja! Bij de open haard. Met you. Kijk je zielig. Kijk je wat ze maken. Lekker hoor. Zo mooi te zien. Je ziet het niet eens heel goed. Het is te licht. Grappig. Wow. Je ziet het in ieder geval mooier uit dan op de camera. Ja. Nou, niet aan me zitten. Niet aan me zitten. Ik wil geen kusjes van jou. Nope. Stuur me gewoon op. Nee. En toen lag de hond bij mij. Sjoe. Kijk eens. Hoi, ik ben nu even aan het vloggen. Want Eline is nu aan het slapen. Eindelijk tijd voor eten. Ik heb zo'n honger. Ah, en we eten andijvie-stamppot en twee verschillende soorten vegetarische burgers. Ze zijn niet vegan, maar wel vegetarisch. Heel erg lekker. En er is ook nog chip. Ik heb echt super veel trek, dus. Ik had gisteren de vlog nog niet afgesloten, want ik viel steeds in slaap. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet geen duimpje. En tot de volgende keer. Doeg!